Ik was afgelopen 2 jaar Europees kampioen en afgelopen jaar ben ik ook Nederlands kampioen geworden. Dus ik ben nog steeds regerend kampioen. Ik ben, dit jaar heb ik tot nu toe 5 wedstrijden gewonnen. En vooral aan het begin van het seizoen kon ik wel echt de strandrace domineren. Later in het seizoen kwamen er ook steeds meer goede wegrenners zoals Lars en Langevat meedoen. En werd het niveau ook wat hoger. En toen werd het wel moeilijker om echt te domineren. En, op zich ben ik wel van de renners die echt alleen voor het strand gaan, ben ik wel een van de toppers. Strandrace is een sport die eigenlijk al wel vrij lang bestaat, maar die echt de laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen en super populair is. Vooral in de kustregio is het strandrace super populair. Omdat het gewoon super gaaf is om met de natuur één te zijn en over het strand enorme snelheden te kunnen halen. Het waait vaak hard op het strand. En als je wind mee hebt en je rijdt over dat zand op de geavanceerde fietsen die wij hebben met speciale banden, speciale wielen. Dan kun je echt enorme snelheden halen. En ja, dat is gewoon een super gaaf gevoel. Omdat je niet verwacht dat je zo hard kan rijden eigenlijk. En ik heb zelfs ook kommetjes. Dat zijn een soort van tijdsmetingen op bepaalde stukken strand. Dat ik gewoon met 60 km per uur gemiddeld een 10 km afleg. Dus dat is echt heel absurd en dat is heel gaaf aan het strandracen. En wat ook leuk aan het strandracen is dat een recreant, die doet mee in dezelfde wedstrijd als een topper. Zoals bijvoorbeeld Lars Boom, die stond vandaag in hetzelfde startvak als een recreant die zich gewoon heeft ingeschreven. En die misschien nog pas 1 of 2 keer op het strand heeft gereden. En die rijdt precies dezelfde route op dezelfde dag. Dus dat is wel heel gaaf, iedereen maakt eigenlijk hetzelfde mee. En aan het eind van de dag heb je allemaal een voldaan gevoel. Dus dat is wel tof aan het strandracen. Ja, zeker het NK. Het NK Rokanje, daar kijk ik zeker naar uit. Dat is een super belangrijk moment om mijn titel te kunnen verdedigen. En dat ligt ook dicht bij mijn geboorteplaats Dordrecht, dus dat is ook leuk. We rijden heel vaak in Noord-Holland, maar ook in Zeeland en in Rokanje is het super leuk om te strandracen. En dat is zeker mijn volgende doel om daar goed te rijden en mijn titel te proberen te verdedigen. Ik heb die race thuis zelf nog nooit eerder gereden, maar ik ga het wel verkennen en ik heb wel gehoord dat er heel veel technische en zware stukken in zitten. Dus dat is voor mij wel gunstig. En vaak in Zeeland loopt het strand vrij zwaar. Dus ik weet niet precies hoe het komt, maar vaak is het daar wat sompiger, waardoor je wat dieper wegzakt. En dat zorgt vaak wel voor echt een zware race. En dat verwacht ik ook in Rokanje.